Ja, ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer een gloednieuwe video. Vandaag, mijn voorspellingen, de uitslagen van mijn voorspellingen van speelronde nummer 34, Ja jongens, nummer 34 alweer, de laatste speelronde. Gisteren hebben we een top livestream gehad, 28.000 weegaven op die livestream. Het was leuk, het was, ja, best wel leuk natuurlijk. Ik heb natuurlijk genoten van de livestream. We gaan natuurlijk ook de play-offs krijgen met FC Utrecht, jazeker. Vitesse, jazeker. Heracles, jazeker. En natuurlijk de enige echt. De Vitesse, Utrecht, Heerenveen Nee Heerenveen niet jongens um, FC Groningen, Vitesse, Utrecht en Heracles Ja FC Groningen, Vitesse, Utrecht en Heracles Dat zijn de vier clubs die strijden om een plekje in Europa Twee clubs en dan krijgen er twee gaan er Europa in Of twee of één gaat er Europa in En dan ja jongens Ik hoop natuurlijk dat dat leuke play-offs worden Die komen er zeker weten op ik zeg die sowieso ook, want dat gaan ook leuke wedstrijden worden natuurlijk. Maar voordat deze video begint, ik hoop dat jullie zeker weten liken, abonneren, subscriben, op dat belletje hier beneden drukken. Als je deze video nu ziet, er komen hele leuke video's aan. Morgen volgens mij een leuke video, dus wees daar op voorbereid jongens. Maar laten we maar snel doorgaan naar de video jongens. Wie komt hier komt hij dan, wedstrijd nummer 0 en wedstrijd hey. nummer 0 1 was de wedstrijd tussen Ardo Den Haag. En Willem 2. Adel Den Haag, Willem 2. Wat mijn verspreiding van Adel Den Haag Willem 2 was, was 4-1. Het werd 6-2. Het werd gewoon 6-2. Jammer dat Adel geen uh, play-offs gaat spelen. Want dat zijn natuurlijk de leukste wedstrijden met Adel Den Haag. Ik had 6-2. Uh, het was 6-2 geworden. Ik had 4-1. Dus eigenlijk een goed. Omdat ik het in het voordeel van Adel Den, Haag, Adel Den Haag won. En 6 doelpunten, 4 doelpunten. Het is jammer. Maar het ging wel gewoon om die voorspelling natuurlijk. We gaan door naar wedstrijd nummer 2. Wedstrijd nummer 2 was de wedstrijd tussen de Graafschap en de Ajax. Ja, ik had een, een rare voorspelling. Ik had in voor de Graafschap. Het stond één in de rust. En ik dacht van, nou, misschien uh, maar. Dat, dat was allemaal niet zo. Het werd 1-4. Dus had ik het andersom gezegd, was het reële geweest. Ik had hem niet goed. Helaas, jongens. Laten we doorgaan naar nummer 3. En nummer 3 was de wedstrijd tussen Emmen en FC Groningen. Ja, jongens. Emmen, FC Groningen. Iedereen dacht aan een bloedeloos 1-1. Gewoon een gelijkspelletje, weet je wel. Maar dat werd het niet. Het werd 1-0 voor Emmen. Ja, prima toch voor Emma. Ze winnen weer. Kiel scherpe gaat naar Ajax. Dus die zijn ze ook kwijt. Helaas voor Emma natuurlijk. Maar ja, wie weet wat er voor terugkomt, jongens. Die had ik niet goed. We gaan door naar wedstrijd nummer 4. En wedstrijd nummer 4 was de wedstrijd tussen Excelsior en AZ. Waar ik heel veel doelpunten verwacht natuurlijk. Werd het ook heel veel doelpunten. 6 doelpunten in totaal Vier voor Excelsior. En 2 voor AZ. 4-2 in totaal. Dus ik had 2-2. Helaas. Maar ja, jongens. Dat is dan maar zo bij de voorspelling. Hè, jongens. We gaan door naar wedstrijd nummer 5. En wedstrijd nummer 5 is de wedstrijd tussen. Kunas en Feyenoord Ik had de wedstrijd voorspeld. 3. 1 voor Fortuna, het werd 1-4 voor Feyenoord. De Feyenoord speelde lekker, als ze in deze opstelling blijven spelen. En gewoon goed voetbal spelen kunnen ze dus wat tweede. Misschien wel kampioen worden en misschien wel wat nieuwe spelers erbij halen. Dus ja jongens, deel die had ik fout helaas. We gaan door naar wedstrijd nummer 0. 6. Wedstrijd nummer 6 is de wedstrijd tussen Nakbreda en Paxwolle. Ik had 1-1 gezegd en het werd 0-0. Dus ja, daar hoef ik ook niet zo heel veel over te zeggen. Eigenlijk was het goed, want het is een gelijkspelletje natuurlijk, jongens. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Dat is wedstrijd nummer 7. Ja, wedstrijd nummer 7 is de wedstrijd tussen PSV en Herakles. Allemaal 8-0 voor PSV. Misschien een wonderbaarlijke voorspelling. Nee, het werd 3-1. Dus ook die had ik in het, in het puntaantal gewoon goed. Dus PSV wint, dan heb je sowieso een puntje. En ja, jongens, we gaan door naar wedstrijd nummer 8. En wedstrijd nummer 8 was de wedstrijd tussen Utrecht en SC Herenveen, jongens. Ik had 2-2, het werd 3 voor SC Utrecht. Tess scoorde ook. Het was een schitterend doel voor Van de Streek. En Riesra scoorde ook voor Heerenveen. En ja, jongens, natuurlijk is het gewoon simpel voor Utrecht. Ze gaan die play-offs in en dat is het belangrijkste. Dus die had ik helaas niet goed. We gaan door naar de laatste wedstrijd, jongens. Dat is de wedstrijd tussen VVV en Vitesse. Die had ik precies goed. Ik had 1-3 en het werd 1-3. Ja, man, dan heb je toch altijd wel weer een goed in deze speelronde, jongens. En dit was het einde van de video, jongens. Het was een snelle video. Ik hoop dat jullie het hebben genoten. Like. Abonneer, subscribe. De playoffs wedstrijd die komen eraan, playoffs de playoffs degradatiewedstrijden die komen eraan. Dus check die sowieso zeker. Ik zeg voor deze keer ciao, amigos, later en I'm out. Peace, you know.